Goedemorgen, het is bijna 7:15 en vandaag vliegen we naar Maleisië. Yo, even alvast een preview. Ik ben echt zo blij. Ik heb al even gedoucht en mijn vliegtuigoutfit aan. Dit is wat ik aan heb. Batman shirt van de Primark. Had ik vorige keer al gekocht hoor, maar deze was gewoon te veel. Dus ik dacht, nou, weet je, dan bewaar ik hem. En dan heb ik deze keer ook een nieuw shirt. En daaronder heb ik gewoon zo'n yoga pants aan. Die heb ik bij de Mango gekocht uit mijn hoofd. Holy schmeckers, ik had verkeerd gekeken. Ik dacht dat dit mijn gate was. En toen was ik dus bij G, wat helemaal aan de andere kant van Schiphol is. En toen dacht ik, ik moet naar E. En het vliegtuig gaat om 11:45. Het is nu 11:55. Dus ik heb het net gehaald. Kijk, daar staat hij klaar. We gaan naar Maleisië. Oh my god. Oké, kom, we gaan naar binnen. Hallo. Hallo, hi, aboard. Thank you. G. G? Vliegtuigpad struggles. Altijd wachten binnen. Hey lief. Nou, ik zit in het vliegtuig door. Oh, en freaking G. Ik dacht dus, ik heb de slechtste plek in het vliegtuig. Dus kijk, daar heb je zeg maar de raamstoelen. Hier heb je de middelste rij. En dan heb je daar weer de raamstoelen. Maar, je ziet het al. Het heeft de potentie om de beste plek van het vliegtuig te worden. Dit zijn 3 vrije stoelen naast mij. OMG. My name is Akron Recharge. This flight will take 12 hours and 20 minutes. So if you need any assistance, meanwhile, sit back and relax and enjoy the flight. Thank you. Our safety checks. Yeah. We zijn nog niet. Oh, we gaan net. Nee, we zijn nog niet opgestegen, maar ik heb wel honger, dus ik ga even wat snacken met nootjes. Oh, en fucking G. Beste vlucht ever. Ik heb gewoon een stoel voor mezelf. Kijk nou. En ik heb gelukkig heel veel gratia's mee, dus dit wordt een super chille vlucht. Het is 5:00 en ik ga even eten. Oh, je ziet het bijna niet. Het is donker in het vliegtuig, maar het is gewoon wat ik gisteren had laten zien. Kijk nou, we zijn bijna halverwege. Yay, Kuala Lumpur, here we come. Oh my god, Home is echt zo'n leuke film. En Sheldon is de stem. Ah! Als je Big Bang Theory fan bent en fan bent van Sheldon, dan check deze film. Het is echt awesome. Dit is het intro filmpje van Kuala Lumpur Airport. Echt een super vet filmpje. Zo'n chick doet zeg maar alsof ze helemaal verwelkomd is zo. Kijk maar. Echt super vet. Het lijkt echt zo'n persoonlijk rondleidingsfilmpje en zo. Echt heel goed gedaan. Beste vlucht ooit. Ik had gewoon 2 stoelen voor mezelf. Amazing. We gaan landen. Thank you, bye. Oh, het is nog helemaal donker buiten, joh. Het is 6:00 ochtends. Maar ja, je hoort meestal rond 7:00 licht. Misschien is het dan straks licht. Wanneer... Oh nee, trouwens, het is 6:30. Huh, interesting. Oh, ik voel alweer die heerlijke, klamme warmte uit Azië. Zo, dat is hier in de buurt. Hoge lucht, volgens mij. Top. Kom, we gaan even de bagage halen en dan checken. Nou, volgens mij, oh nee, ik moet nog wel een paspoortcontrole en zo. Maar ik heb geen uitgaand ticket. Oh, dat heb ik je niet eens verteld. Schiphol wilde ze me bijna niet laten vliegen, omdat ik geen uitgaand ticket heb. Maar eindstand moest ik zeg maar een formuliertje invullen en was het toch wel oké. Okay. Kijken of ze hier moeilijk over gaan doen. Not sure.
We are arriving at the station. Please hold the Yo, dit is nog makkelijker dan Nederland binnenkomen. Er was geen rij, ik kreeg een stempel in mijn paspoort en ik loop door. Ik denk dat het niet eens 1 minuutje heeft gekost. Kom Maleisië. Nu heel even wachten op het bagage. Yeah, ook de backpack is terecht. Kom, we moeten even checken hoe we de trein moeten nemen naar de stad. Want we gaan natuurlijk gewoon met het openbaar vervoer. Nee, trouwens, eerst even pinnen, want ik heb alleen 50 euro bij me. Omdat het zoveel goedkoper is om gewoon te pinnen wanneer je aankomt. In plaats van op Schiphol echt 15 tot 30 euro te verliezen aan wisselkosten. Even afhankelijk van welke dag je wisselt. Please nooit doen. Gewoon, neem gewoon een klein bedrag mee. Zodat je gewoon een taxi moet betalen als het echt nodig is. En dan gewoon in het land van aankomst pinnen. Dan krijg je de beste wisselkoers. Oké, eerst pinnen dus. Oh, oh, oh. Wat heb ik die palmbomen gemist. Looking good. Maleisië. En de zon is ook alweer op. Zalig. Ik denk dat ik niet eens ga slapen. Ik ga gewoon doen. Oké, 1 euro is dus ongeveer 5 ringgit. De Maleisische valuta. Superhandig app als je reist. XE. Voor degene die het niet weten. In Maleisië is een voornamelijk moslimland. Dus je ziet hier superveel moskeeën. Ik zag er net al een paar. Waanzinnig. Dat worden een paar hele leuke weken hier. Yay, ik ben in de kamer. Kijk, gewoon een simpele kamer. En super chill. Ik heb wel gewoon een airco. Loving it. Die man zei dus, ja, we hebben je de grootste kamer gegeven. Bla bla. En zei ik, oh my god, zo groot. Vet chill. Dan miste gewoon de ruimte. I like it. Niet dat het me heel veel uitmaakt, maar het is gewoon chill als je het wel hebt. Zei hij zo tussendoor, ja, yeah, I thought you were coming with a campaign. Ik dacht, ja, like a boy. Het is de grootste kamer die ze hebben. Awesome. Ik moet echt gaan douchen, want ik, ja, na een 12 uur vliegen en hier in de warmte slepen met die tassen. Ja, daar heb ik echt een douche nodig. En daarna ga ik denk ik pitten. Het is nu ondertussen 8:30. En ik zei net zo stoer van, oh, ik ga wel door, bla bla. Nee, ik denk niet. Oh, trouwens, ik ben net tijdens het lopen gestoken in mijn oog. Kijk, het zwelt al op. Ik hoop maar dat het een gewone mug is. En ik boeiend. Ja, hij vloog echt zo recht in mijn oog. Nou ja, we gaan het zien. Weet je, morgen gaan we op stap. Ik ga deze vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Wil je mee op stap? Vergeet je dan niet te abonneren voor alle toekomstige reisdagen. Tot morgen. Welterusten.